naar aanbeland. En het is nu 9:30. En we gaan nu naar de boot rijden. En met die boot gaan we dan naar aanbeland. Het is 2 uur rijden ongeveer. Dus we komen om 11:50 aan. En om 10:30 gaat de boot. Dus we hebben het lekker ruim gepland. Want de boot willen we niet missen. Dus daar gaan we. We zijn bij de boot. We staan in de rij om de boot op te gaan. We zijn 1/2 uur te vroeg. 1:50 en 10 minuten om precies te zijn. Maar we wachten gewoon even tot we erin mogen. Ja. Daar is onze vlucht. Oert. Oert. Ja, met Oert. Waar is de boot? Flinkboot. Ja, hallo. Al deze mensen moeten erin. Al deze mensen. Hallo. Daar gaan we. Oh. Nou, wij zitten inmiddels weer in de auto. We zitten nog op de boot. Dus het is even, maar we zijn er wel bijna, dus ik zie al wat in zicht. Maar moet je even kijken hoe grappig geweest dit aangeeft. Oh, je ziet het niet eens. Oh, kijk daar. Auto op het water. We rijden op het water. We zijn er! Je komt bijna aan bij inchecken. Bijna bij inchecken. Ik kom bijna aan bij inchecken. Leuk joh. Leuk joh. We zijn er! In onze sta-caravan. Dus we waren al een tijdje. Maar toen kwamen we erachter dat we geen bedlinnen hadden. Terwijl we dat wel... Dus geen bedlinnen en geen handdoeken. En die zaten er wel bij, dus we moesten even terug. En toen hebben we gelijk even wat boodschappen gedaan. En, want er was ook geen wc-papier, dus ja, dat wordt een beetje moeilijk waar we wc gaan, hè. Dus dan zal ik even een ontleiding geven. Dan kom je hier in. Oh ja, perfect. En dan is hier de badkamer. Simpel, maar het voldoet. Perfect. Oh, sorry hoor. Oh, sorry. Sorry, sorry. En dan hier is de slaapkamer. Gaan we in deze of gaan we in die ander? Nou, deze is de enige die het bed aan elkaar heeft, dus... Deze is de enige die het bed aan elkaar heeft, dus we nemen deze. Dit wordt de slaapkamer. Maar we moeten dus nog even ons bedje opmaken. Doei. Dan hebben we hier een keukentje. Die volgebouwd is. Het moet nog even opgeruimd worden. Perfect. Maar het is wel leuk. Het is de woonkamer. Met speakers, denk ik. En een tv. En de woonkamer. Wat staat die bank eigenlijk raar? Ja, hè? Dat zie je nu pas. En de eettafel. En dan... Geen idee. Te kijken wat voor soort ding dit is. Oh, dit is een alleen een magnetron dit. De andere slaap... Oh ja, nee, dat gaat niet. Dat hoort hem niet. Maar goed, dat is dus nog een slaapkamer. Oh, ja. En hier is er nog één. Ja, dus dat wordt hem ook niet. Want er zit een gat tussen. Dus ja,
Dus wij gaan nu even alles uitpakken. Zo, ik heb even alleen mijn mobiel bij me, dus ik film niet met mijn camera. Ik hoop dat maar we zijn horen. Onderweg. We zijn onderweg naar het restaurant. Heel ver lopen, dus natuurlijk. Echt heel ver. 10 kilometer, 5 minuten. Dus we zijn er zo. We gaan even eten, want ja, waar bestaat onze vakantie anders uit, hè? Ja. Oké, doei. Goedemorgen, wij zijn net wakker en het is, ik heb geen idee hoe laat het is. 5 over 8. En nou, ik ben even, de tafel heb ik net een beetje gedekt om te eten en ik ben water aan het koken voor de koffie. Het gaat echt op de oude manier. Dus nu wacht ik even tot dat gaat fluiten of zoiets. En ja, dan gaan we lekker eten. Yo, daar is brood. Zelf gemaakt. Dus ik hoop dat het nog lekker is. Radio. Doe muziek. Zo. En dan gaan we eten. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Hallo. Hallo. Wij zijn nu aan het lopen naar een fietsverhuur. Want wij willen een fiets huren. Oh, ik zit met mijn vinger ervoor. Dus dat gaan we nu even doen. En dan gaan we fietsen. Oh, we hebben een fiets. Dat is hem dan. Een elektrische tandem. Oeh, we gingen zo hard. Het is echt grappig. Dus, wij gaan lekker fietsen. Ach, kijk nou. Lama's. Maar ik durf niet dichterbij te komen, want dan spugen ze dadelijk in mijn gezicht. Nee, ik denk dat ze wel wat verhuurd zijn. Zit er daar nog één? We zitten op de tandem. Kijk maar gaan, jongen. Je bolletje aan je. Ik wil gewoon even je bolletje aan je. Mag dat? Dit zo. Oh, wat fijn. Oké. Doei. Hoi. Zo. Wij zijn weer in het huisje aangekomen en wij gaan hier heel eventjes wat
eten. Even een boterhammetje eten en een kopje koffie. En dan, dan gaan we er weer vandoor. Het was echt leuk op de tent. Al die mensen zitten allemaal zo te kijken. What is that? Maar het is wel grappig. Dus we hebben even boodschappen gedaan. Want we gaan vanavond zelf even wat koken. Pasta willen we eten. Want van 6 tot 9 hebben we de elektrische auto. Die elektrische auto hebben we. Ja, die mogen we dan lenen. Dus dan hebben we hem voor 3 uurtjes. En dan, dan gaan we daar even in rijden. Kijken hoe dat is. Dus dat zijn een beetje de plannen. Wij zijn nu in het natuurmuseum. Dus daar gaan we even rondlopen. Niks zo klein. En ik zeg wat? Dank je. Helemaal vol, zeg maar. Nou, daar zitten we dan. Spannend, hè? Inderdaad. Ja. We gaan even rondjes rijden. Nou, dit is Handy. Het is niet dat hij parkeerseizoen heeft verder. Nee, maar dat zie je tot daar ook. Dat is trouwens wel handig hoor, zo, die knopjes. Gewoon alleen op het knopje drukken en gaan. Geen poot meer. Ik heb ook even gereden hoor. Dat is wel heel apart. Ik denk dat dit klein vaarwater is, hoop ik. We gaan het zien. Want we hebben nog maar 25 kilometer te rijden. Precies. Het is 5 kilometer. We redden het. Zijn we er klaar voor? Ja. Maar je gaat dus gas geven en als er een auto voor je zit, dan remt hij af. Het is heel raar. Heel apart. Maar goed, het was wel grappig om even mee te maken. Nou, we hebben nog maar 9 kilometer over. Maar we zijn er. Zo is dat.